start gevallen. De paarden zijn gestart. In eerste instantie zijn de paarden allemaal goed op de benen gekomen. Dat is na de start Green Investment die de leiding heeft genomen. Green Investment neemt een halslengte voorsprong. Maar ja, komt aan de buitenzijde Iceland al naar voren. En die gaat een positie in het front inpikken. En heeft dus nu een lengte voorsprong genomen op Green Investment. Willow Burgheide volgt als derde voor Lano EV. Daarachter is het dan Curtis of Molly. We zien daar een galoppade van een der deelnemers. Willow Burgheide. De deelnemers zijn halverwege de rechterlijn voor de tribune. En het is Green Investment die leidt. Green Investment. Uitgeschakeld nummer 8, Achalo. De 8, Habanos Bianco was de springer. En dat is degene die dus ook is uitgeschakeld. Willow Burgheide noemde ik eventjes, maar die ligt in het front. Die ligt in derde positie. Krijgt zelfs nu Lano EV naast zich. Die passeert hem. Maar Green Investment leidt nog altijd. Green Investment heeft het commando. Als de paarden zo dadelijk halverwege de rechterlijn aan de overzijde zijn. Onder druk van Lano EV. Daarachter dan nu Iceland in derde stelling. De vierde plaats is voor Willow Burgheide. Vijfde is Curtis Somolli. Daarachter dan Ghost Rider JC met VIP Junior. Achter VIP Junior volgt dan Guvo Greenwood. Enkele lengte daarachter is het Graceful Boko. De paarden zijn nu weer in de bocht en gaan op weg naar de rechterlijn voor de tribune. En bij het uitkomen van de stalbocht hebben we weer een nieuwe leider, Lano EV. Die heeft de leiding overgenomen met Rob van Toor en leidt ze nu de rechterlijn voor de tribune in. Lano EV leidt met twee lengte voorsprong. Lano EV. Uitgeschakeld 7-7 galop. VIP Junior die is uitgeschakeld. Als de paarden nu de laatste ronde ingaan, is het Lano EV die nu een comfortabele tweelengte voorsprong heeft op Green Investment als tweede. Daarachter volgt aan de buitenzijde Willow Burgheide. Aan de binnenzijde met een zuinig parcours is het Iceland. Daarachter volgt Ghost Rider JC met Guvo Greenwood. Uitgeschakeld 4-4 galop. Graceful Boko. Curtis de Molly is het dus onder de bel van uitschakeling gevallen als we halverwege de overzijde zijn. Lano EV nog altijd met twee lengte leidt. Green Investment op de tweede plaats, maar onze Europees leerlingkampioen Misha Brouwer komt in het tweede spoor naar voren met Willow Burgheide. En strijkt nu neer op de derde plaats. Vierde ligt Iceland. Vijfde is een opkomende Guvo Greenwood. Ook die heeft zijn laatste woorden nog niet uitgesproken. Maar we zijn halverwege de bocht en er is nog altijd anderhalve lengte voorsprong voor Lano EV. En Rob van Toor is de man van Duinlicht met grasvorm. Want hij wist op Emmeloord ook al twee koersen te winnen. En dit ziet er ook weer goed uit voor Lano EV. Lano EV heeft twee lengte voorsprong op Green Investment. Aan de buitenzijde komt Willow Burgheide. Maar Lano EV is in veilige haven. Lano EV en Rob van Toor winnen het. Kloos voor de tweede plaats. Aan de buitenkant Willow Burgheide. Aan de binnenkant zagen we dan nog Green Investment. De rechter heeft het laatste woord.